Nu, stel je komt op het einde van je film, dan wil je die terugspoelen. Bij deze camera's is ook dat volledig manueel. En dat gebeurt door hier achteraan is een knop. Daar duw je op. Nu is het transport eigenlijk losgekomen. En dan kun je hier terug dit. Je ziet hier het hendeltje kun je uithalen. En dan draai je in de richting. Dus het is altijd deze richting. Het terug opbinden van de film. Dus dan draai je in die richting. En dan voel je de film schuiven. En je draait tot de weerstand weg is. Nu is de weerstand weg. Dus nu is mijn filmpje volledig ingedraaid. Terug opgerold. Het is belangrijk van te draaien tot de weerstand weg is. Als je niet zeker bent, zijn ze beter nog iets langer te draaien. Want stel dat de film nog niet volledig ingerold zou zijn of opgerold zou zijn. Hij doet de camera open. Dus de camera open is terug. Dit voor de ontgrendeling en deze eruit trekken. En dan pop terug open. Was die niet volledig teruggedraaid, dan zouden er nu een aantal frames verloren zijn. En dan kun je de film er terug uit. En dan zie je, die film is klaar om binnen te brengen voor ontwikkeling.